ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een super leuke video. Ik heb namelijk een unboxing van Naked. Een shoplog. En ik heb echt een mega grote zak met allemaal hele leuke items. Dus als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het super leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En ik zou het ook altijd heel erg leuk vinden als je een leuke reactie achterlaat met bijvoorbeeld je favoriete item. En dan heel veel kijkplezier. Ik heb dus weer een samenwerking met Naked. Ik ontvang altijd iedere maand een pakketje van Naked met allemaal hele leuke items. In deze video ga ik laten zien welke items ik heb gekozen. Ik heb ook natuurlijk een kortingscode voor jullie. Met Janette20 krijg je 20% korting. En de kortingscode die zal ik in beeld zetten. Maar ik zal ook altijd alle linkjes in de beschrijving zetten. Zodat je daar even een kijkje rustig kan nemen. En ik kan echt niet wachten. De bestelling ligt er al een hele week. Want ik kon de video niet eerder opnemen. Dus ik ben ook echt even een beetje vergeten wat ik nou allemaal heb besteld. Maar ik heb er wel echt onwijs veel zin in. Naked is ook echt één van mijn favoriete webshops. Waar ik echt mega veel ook zelf bestel. Maar natuurlijk ook spullen krijg. En ik zal natuurlijk altijd gewoon mijn eerlijke mening geven over de producten. En ik ga de zak even openmaken. Oké, als eerst pak ik echt een super leuk item. Dat is deze trui. Ik ga hem even uit de verpakking halen. Dit is echt mijn lievelingstrui. Ik heb deze trui nu in 4 verschillende kleuren. Alle kleuren die ze hebben. En ik draag ze echt mega vaak. Ik heb een beetje de wit beige. Ik heb de zwarte, de donkerblauwe. En nu in mijn lievelingskleur, de groene. Echt onwijs veel. Ja, gewoon echt handig. Blij mee. Dit is van de collectie met Rianne Meijer. Hele leuke collectie. Ik heb deze in een SM. Hij is wat oversized. Sommige heb ik in een L. Die draag ik een beetje als jurkje. Sommige heb ik weer in een kleinere maat. En ik ben er gewoon onwijs blij mee. Het is een hele dikke trui. Hij is ook onwijs zwaar. Als eerst wil ik zeggen dat ik echt verliefd ben op de kleur. Ik vind het echt een prachtige kleur. Hij zit lekker. En ja, ik vind het gewoon een heel mooi effect dat hij zo eruit ziet. Met dit zo in het midden. Ik heb natuurlijk een SM. En hij is best wel oversized zoals je kan zien. Hij valt bijna over mijn billen heen. Daarom vind ik hem heel leuk om te dragen met gewoon een kort broekje. En daaronder dan een panty met lange laarzen. Maar de kleur is echt fantastisch. En ik weet zeker dat ik deze mega veel ga dragen. Dan heb ik een broek gekozen. Ik ga hem even uit de verpakking halen. Oké, ik ben er echt heel benieuwd naar. Er was namelijk hiervan een pak met een soort blouse en een broek. En ik vond het er heel gaaf uitzien. Maar ik wist niet zo goed of het mij echt heel erg leuk ging staan. Het is namelijk, ja, dit patroontje. En ik dacht als je daar een blouse en een broek van aan doet. En het is ook nog satijnen stof. Dat het misschien een beetje een pyjama werd. En dat wil je natuurlijk niet als je buiten loopt. Dus toen dacht ik, ik ga of alleen de blouse of alleen de broek bestellen. En toen heb ik ervoor gekozen om alleen de broek te bestellen. Het is in een maatje 38. Dus ik hoop dat die past. Er zit wel gelukkig aan de zijkant hier een rits. Dus dat is altijd. Oké, ik heb de broek aan en hij sluit echt precies aan. Dus met de rits is het echt mega fijn. Hij zit heel erg lekker en ik vind hem echt super leuk. Ja, ik heb hem nu even gewoon gecombineerd met een witte trui. Maar ik vind hem echt mega leuk en hij is dus ook niet te lang. Als je iets langer bent, dan wordt hij dus wel echt best wel kort. Dus dat is de mega leuke broek. Nou, ik heb dus een kooltrui van Naked. Een zwarte die ik eigenlijk altijd draag. Maar ik draag hem nu ook heel vaak onder mijn werkkleding. Dus hij is heel erg aan vervanging toe. En toen dacht ik, nou, ik bestel gewoon even een nieuwe zwarte. Dat ik die voor werkkleding gebruik. En deze gewoon voor normaal. Dus je snapt wat ik bedoel. Ik heb hem in een maatje S. En het is gewoon echt een hele simpele kooltrui. Hij schijnt niet door. En wat ik dus heel mooi vind is dat het nekje niet te hoog is. Dus hij komt tot hier en je hoeft hem niet dubbel te vouwen. Dat vind ik er altijd gewoon het mooiste uitzien. Ja, voor de rest is er niet echt heel veel over te vertellen. Maar het is gewoon een hele fijne stof. Oké, dan heb ik nog een broek. Meestal bestel ik niet zoveel broeken, want ik vind het echt een risico. Toch vond ik dit er heel erg leuk uitzien en ik heb het ook totaal niet. Het was namelijk een donkerbruine broek. En ze hadden een spijkerstof en een pantalon. En ik betrap mezelf er gewoon op dat ik echt bijna geen spijker meer draag, omdat het gewoon niet lekker zit. Dus ik dacht, ik bestel deze gewoon. En komt hij goed over? Nou, het is een donkerbruine kleur. En hij loopt dus helemaal gewoon recht wijd uit. Ik vond hem bij het model echt super mooi staan. En hier zitten wel zakken in en hij heeft zo'n fijne sluiting zoals hier. Ik heb deze ook in de maat 38, want
ik bestel eigenlijk al mijn broeken in een maat 38. En die vind ik heel erg fijn zitten. Dus ja, ik hoop gewoon dat die gewoon past en niet te lang is. En ik dacht, hoe leuk is dit met beige items en gewoon wit. Een beetje neutrale kleurtjes vind ik gewoon super mooi. Oké, de broek sluit echt precies goed aan. Dus ja, de maat 38 is echt perfect. Er zitten ook nog zakken in. Wat ik heel erg leuk vind. En hij komt dus net niet op de grond. En dat vind ik dus altijd echt precies de goede lengte. Want anders wordt hij... Ja, dan vind ik het niet mooi staan met schoenen. En dit is eigenlijk perfect. En hij zit heel erg lekker. Net alsof ik een pyjama aan heb. En ik dacht, ik bestel er gelijk ook een shirtje op voor daarboven. Ik weet niet of het too much wordt. Maar ik vond het gewoon leuk om te proberen. Ik heb namelijk gewoon een shirtje met bruine strepen gekozen. En anders heb ik ook nog een andere hele leuke beige wel spijkerbroek. En toen dacht ik, dan kan die daar ook op. Maar het is in ieder geval gewoon een... Ja, een heel simpel t-shirt. Met wit en donkerbruine strepen. En die strepen zijn dus dezelfde kleur als de broek. Dus ik dacht, misschien is het wel heel leuk boven elkaar of het wordt een beetje te veel. Ik heb deze in een maatje XS, want Naked valt best wel vaak oversized en ik wilde dit niet oversized hebben. Dus ik heb deze in een maatje XS besteld. Ze hebben deze ook met heel veel andere kleuren. Dus als je hem wil bestellen, kan je hem ook met een combinatie met een andere kleur doen. Je hebt hem ook met een beetje lichtbruin en dat is ook heel erg mooi. Oké, het shirtje zit echt heel erg lekker. Dus ik ben blij dat ik volgens mij een XS heb genomen. Met de broek erbij vind ik het ook leuk. Ik vind het wel best wel too much of zo. Of ik vind het heel leuk. Ik weet het niet zo goed. Maar het t-shirt ben ik heel blij mee. Zit lekker, sluit goed aan. En vind ik heel erg leuk. Maar misschien vind ik met die bruine broek... een beetje te veel. Maar daar moet ik nog eventjes naar kijken. In ieder geval, ik ben blij met allebei de items ook gewoon los. Dit is misschien een heel leuk setje. Of het is misschien een beetje too much. Maar dat moet ik gewoon eventjes kijken. En dan als volgende heb ik nog een heel leuk item. Nog een hele leuke trui. Ik kan nooit genoeg truien hebben. En wat deze trui zo leuk maakt is dit detail. Dit detail zit dus aan de onderkant. En ook nog aan het einde van de mouw. En ik vind het gewoon heel erg mooi. Dus hij is beige met zwart. En ik vind dit gewoon heel leuk boven een leren broek of leren legging staan. Hij heeft ook een lage kol, dus dat is ook heel erg mooi. Ik denk dat hij ongeveer tot hier valt. Dat vind ik zelf altijd heel fijn, anders moet ik hem helemaal dubbel vouwen. Ik heb deze in de maatje XS gekozen, omdat ik niet wilde dat hij mega oversized is. Maar volgens mij ziet hij er best wel oversized uit. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dit gaat staan. En dit is dus die onderkant. Het is echt een soort van gehaakt, zo ertussendoor. Heel erg mooi. Volgens mij hebben ze deze ook met zwart en ook met groen. Volgens mij zwart met wit en groen met wit, dacht ik. En volgens mij hebben ze hem ook in blauw gehad. Maar ik zag deze vorige keer en nu dacht ik, ik ga hem toch bestellen omdat ik hem heel erg leuk vind. Ik weet niet of het ook leuk was geweest als dat zwarte detail ook hier zat. Of dat was misschien een beetje overdreven. Deze is ook weer in samenwerking... Oh nee, deze is met Emily Starr. Als je het zo uitspreekt. Geen idee. In ieder geval, hele leuke collectie heeft zij ook. Dus ik dacht, hier moet ik zeker ook iets van bestellen. Oké, de trui zit echt mega lekker. Ik vind deze details heel erg leuk. Ik vind hem wel best wel oversized voor de maat die ik heb gekozen. Want het is nu eigenlijk een soort van jurkje. Hij valt echt helemaal over mijn billen heen. Dus ik zou hem zeker combineren met gewoon een strakke leren broek. Ja, verder vind ik hem wel echt heel erg leuk. En ik weet zeker dat ik deze heel veel ga dragen. Dus... dat is deze leuke trui. Dan had ik ook nog wat sieraden besteld. En ik vind dus dit bij anderen heel mooi. Maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe het bij mij staat. Nou, de laatste tijd is dit natuurlijk helemaal in met tasjes en met topjes. Bijvoorbeeld dat topje van de Zara. En ik dacht, hoe leuk is dit als ketting? Misschien eigenlijk leuker voor de feestdagen. Maar ik dacht, ik ga het toch bestellen. Als je een keer... iets, ja, iets chiquers hebt of zo. En het zijn dus twee kettingjes. Dus het is één heel dun bandje. Zo. En die ander is wat dikker. En ik dacht, hoe leuk om dat te combineren met andere dingen. Want ik draag wel gewoon altijd zilver. Dus dat zal het probleem vast niet zijn. Maar ik dacht, misschien is het een beetje too much. Maar ik moet gewoon eventjes kijken. Want deze ketting is wel echt een beetje een hangkettingje. Dus ik ga gewoon kijken en misschien is het ook wel heel leuk gewoon voor in de zomer met een bikini. Of juist als je in de avond uit eten gaat. Dus dat is deze. De kwaliteit voelt in ieder geval heel goed aan. En ja, je hebt eigenlijk twee kettingjes in één.
Dus ik ben heel benieuwd naar deze. Ik heb ook nog even deze oorbelletjes besteld. Ik zal ze even uit de verpakking halen. Nou, ik heb 3 gaatjes in mijn oor en ik heb het altijd best wel heftig. En ik dacht, ik bestel ook gewoon een beetje wat basic oorbelletjes. Dus het zijn gewoon van die wat dikkere ringetjes. En het zijn er hier, ja, het is 2 paar, laat maar zeggen. Dus je kan het ook nog combineren met elkaar. Dus het lijkt of het aan elkaar zit. Maar dit zit los. Dus dit zijn er 2 en dit zijn er ook 2. En ik dacht, gewoon heel erg handig. En ik gebruik heel vaak oorbellen van Naked. Het blijft heel lang mooi. En dit is gewoon eigenlijk wel wat basic, maar wel heel erg leuk. En dat is ook het laatste item wat ik heb besteld. Ik hoop dat jullie de shoplog leuk vonden. Alle linkjes staan in de beschrijving. En vergeet zeker niet om mijn kortingscode te gebruiken. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!